Dit is Flevoland op dinsdag 9 januari. Zo gaat de nieuwe schoolcampus eruit zien. Lelystad Airport moet open, ondanks zorgen. En senioren in vorm met online fitnessles. Goedenavond. Het ontwerp van de nieuwe middelbare schoolcampus in Lelystad is bekend. Deze campus gaat de drie bestaande scholen in de stad vervangen. En zo gaat die campus er dus ongeveer uitzien. Koen Peters is in de studio. Daar praat ik verder over de campus. Koen, weet jij al wat meer over die toekomstige campus? Ja, kijk met me mee. Dit is een schets hoe die er grofweg uit komt te zien. Het gaat om 6 gebouwen, geplaatst in een ovaal, in een cirkelvorm. 6 losse gebouwen dus, maar die ook toch weer met elkaar verbonden zijn. Ik zeg 6. Als je telt, je denkt misschien, ik zie nog een 7e gebouw. Dat klopt, dit wordt het cultuurgebouw. Er worden dan lessen kunst en cultuur gegeven. Maar tegelijkertijd ook een auditorium. Eigenlijk een grote collegezaal waar grote bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Losse gebouwen dus, maar wel toch ook die eenheid van één gebouw weer. Luister maar naar wat de architect daarover te vertellen heeft. Doordat ze zijn verbonden door een loopdek, op ietsje verhoogd ten opzichte van het maaiveld. En ook doordat je met de fiets en lopend dus er op dezelfde manier naartoe komt. Ja, dat dus voor zover het totaalplaatje betreft, Koen. Maar weten we ook hoe die 6 losse gebouwen er dan uit komen te zien? Ja, niet tot in detail, maar grofweg kan je daar al wel iets over zeggen. Je moet weten, het is dus eigenlijk 1 VMBO-cluster en 1 HAVO-VWO-gedeelte. Ja, dan heb je ook wat verschillende eisen als het gaat om VMBO-praktijkonderwijs. Dan heb je weer een wat grotere praktijkruimte nodig. Je ziet er hier een voorbeeld van. Ja, en als je een lokale hebt waar gewoon bijvoorbeeld een les Engels of aardrijkskunde wordt gegeven, dan heb je daar natuurlijk een iets andere inrichting voor nodig. Wat wel in al die 6 gebouwen een terugkerend thema is, is de plek die fietsen daar krijgen. Fietsen die komen overal in die 6 gebouwen op de begaande grond. Eigenlijk een soort kelder die daar gecreëerd wordt om die fietsen niet op het plein of ergens naast de gebouwen te hebben staan. Echt over nagedacht, over de plek die fietsen daar krijgen. We hebben de scholen bezocht waar die nu fuseren en ontdekt, en dat wisten we eigenlijk ook al wel, dat de fietsenstallingen een enorm beslag op de ruimte leggen. Die hebben we nu in kader van het organiseren van kleinschaligheid, hebben we die onder die schoolgebouwen, die schooldelen, gelegd. En dat betekent dat je eigenlijk vanaf de aankomst, de fiets is natuurlijk vreselijk belangrijk vervoermiddel in Lelystad, met een soort lus de school, jouw eigen schooldeel binnen met naar je eigen fietsenstalling toe. Koen, het is lang onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad ook, deze campus. Want er waren de nodige eisen vanuit de raadsleden. Is nou met dit ontwerp aan al die eisen voldaan? Nou, niet helemaal. Kijk, waar het om ging bij de politieke partijen is de vraag, wat gebeurt er als je 3 scholen daar op 1 plek krijgt? Dan krijg je misschien een hele grote school, een leerfabriek werd het dus ook wel eens genoemd. En dat willen we eigenlijk niet, zegt de politiek dan. We willen toch ook die kleinschaligheid behouden. Nou, je ziet in het ontwerp is daar dus echt rekening mee gehouden. Maar dat was dan ook een eis. Het moesten bijvoorbeeld minstens 4 gebouwen worden. En er mochten per gebouw niet meer dan 500 leerlingen les krijgen. Ze mochten ook niet hoger dan 2 verdiepingen, 2 lagen worden. Ja, dat is dus wel wat anders, want je ziet het zijn 3 lagen geworden. Maar ze hebben deze schetsen, deze ontwerpen en deze pakketten al voorgelegd aan de raadsleden. Dus ga er toch maar van uit dat ze dit gezien hebben en dat zij toch ook al wel op de achtergrond zoiets hebben van, dit ziet er goed uit. Anders hadden ze toch denk ik met een ander ontwerp. Dan was dit niet aan de pers gepresenteerd denk vandaag. Hadden wij het nooit gezien. Nee. En wanneer gaan de eerste leerlingen nou echt in deze gebouwen naar school? Ja, de bedoeling is dat het vanaf het schooljaar 2020-2021 gaat gebeuren. Dus augustus 2020. En kijk even mee, dit zat ook tussen de schetsen, de ontwerpen. Het campusgebouw gezien vanuit een vliegtuigraam. Dus misschien, ik had het nog niet eens zo gezien, maar inderdaad. Ja. Tegen die tijd ook vanaf Lelystad Airport, als je over Lelystad vliegt, dat dit dan het beeld is wat je ziet. Ja, dan zou je ook kunnen denken dat het een soort van UFO is. Het is in elk geval denk ik vanuit de lucht wel een markant gebouw als je het zo ziet. Absoluut. Koen, dankjewel. Ook al is er politiek veel twijfel over de opening van Lelystad Airport in 2019, de baas van luchthaven Schiphol en het Lelystadse vliegveld is heel helder. Gisteravond hield hij zijn nieuwjaarstoespraak.
Volgend jaar in april kunnen de eerste vluchten op Lelystad landen. Maar er zijn ook zorgen. En welke dat zijn, hoor je zometeen. Nu eerst het nieuwsoverzicht. De vermiste Almeerder Michael Klein is mogelijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. Vanavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan zijn verdwijning. Klein is sinds 18 december vermist. Hij was voor het laatst gezien op de Hefbrugweg in Almere. Een paar dagen later deed zijn familie aangifte van vermissing. In eerste instantie dacht de politie aan een vrijwillig vertrek. Maar na een tip wordt gedacht dat de reden voor zijn verdwijning gezocht moet worden in het criminele circuit. De politie maakt zich ernstige zorgen en vreest voor een misdrijf. Ook wordt er gezocht naar de Almeerder Albert Duut. Een Facebookbericht over zijn vermissing wordt massaal gedeeld. Duut is voor veel Almeerders een bekende verschijning. Hij werkte onder meer bij een kinderboerderij in Almere stad en voor het voedselloket. Het Laplace-restaurant in het winkelcentrum aan de Promesse in Lelystad gaat eind deze maand dicht. Het huurcontract loopt af en volgens een woordvoerder van Laplace valt er te weinig te verdienen om een nieuw contract aan te gaan. Treinreizigers tussen station Almere Centrum en station Weesp hadden vanmorgen last van een seinstoring. Daardoor reden er minder treinen. De NS zette bussen in. Gemeenteraadsleden uit Noordoostpolder herkennen de conclusie van de Rekenkamercommissie dat de raad onvoldoende grip heeft op grote projecten. Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis waar de inhoud van het onderzoeksrapport werd besproken. Eigenlijk zijn ze wel heel herkenbaar. We hebben natuurlijk al vaker rapporten gekregen. En daar wordt iedere keer eigenlijk weer de positie van de raad aan de orde gesteld. Dat we beter ons werk moeten doen, dat we beter kaderstellend moeten zijn. En kennelijk kunnen we dat toch niet zo goed. En dan gaat het vooral over projecten, merk ik zelf ook, ik zit 4 jaar in de raad, projecten die echt in 2008 of zo gestart zijn. Dan heb je al zo'n geschiedenis, hoe kun je dat nog volgen als je niet heel duidelijk de kaders weet en voortgangsreportages krijgt. Dus dat deel ik wel. De commissie keek naar de aanpak van 4 projecten die jarenlang speelden in de gemeenteraad. Uit het onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan duidelijke kaders en afspraken rond grote projecten. Daardoor heeft de raad niet altijd scherp voor ogen wat haar rol is binnen een project. Ook komt het voor dat er wantrouwen is over verstrekte informatie van het college van burgemeester en wethouders. Wat wel lastig was, en het werd vanavond ook genoemd, dan komt het woord vertrouwen en wantrouwen. En het, bij ons heeft het niet te maken met wantrouwen, maar het wordt ons gauw in de mond gelegd. Vertrouwt u het college niet? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Wij willen weten waarbinnen het college gaat werken, dat dat voor ons helder is en dat we daarna ook kunnen controleren. En wij moeten altijd maar een blanco check meegeven. Ja, dat willen we eigenlijk niet, want onze rol is kaderstellend en controlerend. De komst van camping Waterhout aan de Noorderplassen veroorzaakt geen geluidsoverlast. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Almere. Omwonenden protesteerden vorig jaar tegen de komst. De camping zit nu op het toekomstige Floriade-terrein en moet daarom verhuizen. Als beste locatie kwam het Schatteiland uit de bus. Omwonenden zijn verder bang dat er meer speedboten en jetskis zullen varen. De gemeente heeft regels vastgesteld voor de camping. Op 15 januari is er een informatieavond voor de omwonenden. Op korte afstanden moeten we minder vaak gaan vliegen en de luchtvaart moet duurzamer worden. De uitgebreide luchthaven Lelystad moet gewoon volgend jaar open, want afspraak is afspraak. Dat zei Jos Nijhuis gisteren tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. En hij is natuurlijk directeur van Schiphol. Richard Schuurman was bij de nieuwjaarstoespraak en is nu hier. Ja, Richard, minder vliegen, maar toch Lelystad volgend jaar open doen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja, en dat leidt dan ook tot reacties met hoongelach en van critici die zeggen, ja, afspraak is afspraak. Ho, ho, als er één partij is die zich daar zelden aan houdt, dan is dat de Schipholgroep wel, want er komt steeds wat bij. Maar de boodschap van Nijhuis was dubbel. Aan de ene kant dus afspraak is afspraak als het gaat om Lelystad. En aan de andere kant, we moeten toch eens op een andere manier naar luchtvaart gaan kijken, duurzamer gaan worden. Ja, eerst maar eens dicht bij huis. Wat had hij over Lelystad te vertellen? Nou, dat is dus het punt van die afspraak is afspraak. Hij zegt, de discussie over de luchthaven en de zorgen, die begrijp ik wel. En dat er fouten zijn gemaakt in de milieuonderzoeken, begrijp ik ook wel, zegt Nijhuis. Maar we hebben hier al in 2009 een besluit over genomen. Dus het wordt nu wel een keer tijd dat die luchthaven die in aanbouw is ook daadwerkelijk open gaat volgend jaar. Kijk maar even wat hij daarover zei. Ook naar onze omgeving mogen we meer duidelijkheid verschaffen. Onderwerpen als geluid, de mer, de ontwikkeling rond Lelystad liggen erg gevoelig. Het roept steeds meer vragen op bij omwonenden, maar ook bij bestuurders. Laten we hen van duidelijke antwoorden voorzien. Duidelijkheid over Lelystad, dat is al 9 jaar bekend. En natuurlijk
Zorgvuldigheid boven alles. Helemaal eens. Maar het is gewoon nodig en wat het ons aangaat vanaf 2019. Ja, zijn andere zorg is die over de luchtvaart meer in zijn algemeenheid. Wat zei Nijhuis daarover? Nou, hij ziet het sentiment veranderen in Nederland. Nederland lijkt niet meer van de luchtvaart te houden. En is dus ook tegen Lelystad Airport. De magie van het vliegen lijkt weg. En hij zegt, we moeten toch kijken naar meer een duurzame aanpak van de luchtvaart. Aan de ene kant wil zijn luchthaven groeien. Vorig jaar 68 miljoen reizigers die via Schiphol vlogen. Maar als dat over kortere afstanden kan, met de trein bijvoorbeeld, een goede verbinding. Waarom moeten we en zouden we dat dan niet gaan doen? En aan de andere kant wil hij duidelijkheid. Hij wil dat het dossier luchtvaart wat minder complex wordt gemaakt. Doet daar ook een oproep toe aan het kabinet. En dat er duidelijke afspraken komen met de luchtvaartpartijen, maar ook met gemeenten en omwonenden over wat er nu duidelijk is afgesproken rondom de groei van de luchtvaart. Kijk ook maar even wat hij daarover zei. Het tot voor kort succesvolle poldermodel met onze omgeving en binnen de sector zelf vraagt om een reset. We moeten deze issues samen oppakken, want in mijn ogen is samenwerking cruciaal. Dat is het altijd geweest. Laten we de handen weer nadrukkelijk ineens slaan. Laten we op een andere manier naar de luchtvaart kijken en laten we de juiste antwoorden en oplossingen vinden. En wat denk je, Richard, wordt er gehoor gegeven aan zijn oproep? Nou, dat is even de vraag. Nijhuis zelf gaat in de loop van dit jaar weg bij Schiphol, dus hij zal geen rol in deze discussie spelen. Maar dat doet minister Cora van Nieuwenhuizen wel. En zij komt in de loop van dit jaar met een luchtvaartnota, waarin ze over de toekomst van de luchtvaart wil praten in Nederland. Nou, dat is precies wat ook heel veel tegenstanders van de groei van de luchtvaart ook willen. Dus dat wordt wel een discussieonderwerp, wat de komende maanden tot 2019 zeker nog wel de agenda van politici en burgers gaat bepalen. Richard Schuurman, dankjewel. Schilders doen iets met een kwast, meestal. Maar het kan ook anders. Het is heel stom, maar mijn middelvinger is het makkelijkst, omdat hij het meest uitsteekt. Maar ik gebruik eigenlijk mijn duimen het minst. Ja, en tot wat voor kunstwerken dat leidt, dat zie je zo meteen. Ouderen gebruiken steeds vaker computers en tablets. De groep digibeten onder ouderen wordt al maar kleiner. Sinds kort kunnen ook ouderen online fitnessen. Mira de Bruin uit Almere sprong in dat gat en laat de senioren nu via internet op afstand bewegen. Hoi Ineke. Dag Mira. Goedemorgen. Goedemorgen. De 80-jarige Ineke Pessel uit Almere volgt sinds kort thuis online fitnesslessen voor senioren. Die worden aangeboden door Senior Life, een organisatie die ouderen in Almere helpt met plezier thuis te blijven wonen. We willen mensen die wat moeilijker ter been zijn, willen we vanuit huis de gelegenheid bieden om te bewegen. Onder professionele begeleiding uiteraard. Door beeldbellen, waardoor we eigenlijk meteen ook interactie hebben met de mensen. Zodat we ook zien dat het goed gebeurt en veilig gebeurt. En het vooral heel laagdrempelig is. Via beeldbellen op de computer kunnen de ouderen contact leggen en meedoen met de fitnessles. Ineke heeft daar baat bij. Dat denk ik wel. Ik denk dit voor de toekomst ook voor je evenwicht. En noem maar op. Want als je ouder wordt, dan val je sneller. En dat hoopt u toch wel te voorkomen door hier aan mee te doen? Ja. Nou zagen we net ook, de techniek is niet altijd vlekkeloos. Hoe heeft u dat ervaren, dat u dan toch met de computer overweg moet kunnen? Twee. Nou, dan geven zij weer raad. Of er komt iemand. Super, dan mag je enkel even op je knie leggen. Dat doe ik even niet, Mira. Sorry? Dat doe ik even niet, want ik heb een beetje last van de vorige keer. Oké, helemaal prima. Dan mag je hem gewoon nog even zo vasthouden. Je kan het nog wel? Ja. Ja, dan hou je hem gewoon even wat langer zo vast. Het directe contact is het succes van deze online les. Ineke vindt het prettig om dit thuis te kunnen doen. Het heeft met het weer te maken ook. Als het regent, fiets ik niet. En dan moet ik toch een stuk lopen naar de bus. Dus vind ik niet fijn. Dus dit is dan fijn. Gewoon. En wat is het verschil met andere online fitnessprogramma's? Want er zijn er wel heel veel. Op tv bijvoorbeeld. Die gaan me te vlug. Dat gaat me te vlug. Dat red ik. Ach, jongens, schud even lekker los. En dit is voor u goed te doen, deze oefeningen? Ja, zeker. Zo wordt elke week toch weer even een half uurtje bewogen, waardoor deze ouderen wellicht langer zelfredzaam zijn. Jongens, dankjewel.
Volgende week is het weer gewoon de normale tijd, hè? Half tien. Okay. Volgende week is gewoon weer 9:30 maandag. Oké. Okay. Doei, doei. Bedankt, hè. Doei. Pieter Hoekstra, de oprichter van de stichting Urk in oorlogstijd, kreeg gisteravond de erepenning van de gemeente Urk. De penning wordt uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de gemeente. Hoekstra was met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Hij had deze verrassing dan ook niet aanzien komen. Nou, blij en verrast. En een mooi stuk erkenning voor ons werk wat we samen gedaan hebben. De stichting, die 10 jaar bestaat, houdt zich bezig met de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de website van Urk in oorlogstijd kan je lezen, beleven en onderzoeken hoe Urkers de bezetting door Duitsland hebben doorstaan. Er zijn echt mensen die met levensvragen zitten, of die raadsels uit het verleden op willen lossen, of die in de geschiedenis gaan zoeken, van bijvoorbeeld vader of moeder die nooit gepraat hebben over de oorlog. En wie kan ze helpen? Niemand. Dus toen had ik besloten van nou, ik ga een stichting oprichten. Urk in oorlogstijd laat elke keer zien hoe belangrijk het is dat je vrij bent. Dat je in vrijheid kan leven. Dat je niet alleen mag denken wat je wil, maar dat je ook mag zeggen wat je wil. En zij brengen dat onder de aandacht hoe dat was in een periode dat dat niet het geval was. Pieter Hoekstra heeft grote plannen. Hij wil komend jaar nog meer onderzoek doen om dit stukje Urkengeschiedenis meer bekendheid te geven bij de jeugd. Ja, en dan vingerverven. Dat doe je als kind, maar daar houdt het voor de meeste mensen wel op. Niet voor Ilse Vogtschmidt uit Almere. Die maakt al vingervervend complete kunstwerken. Ja, vingerverven. Ja, dat klopt. Dat is iets wat normaal alleen door hele kleine kindjes gedaan wordt. Dat klopt. Eigenlijk van vroeger als je kind bent, begin je vaak met de vingers te schilderen. En als je dan ouder wordt, wordt er eigenlijk geleerd met een kwast. Maar jij doet het weer met de vingers. Dat klopt. En waarom dan? De reden waarom ik dit doe, ik heb een kunstenares gezien die dat deed. Ik vond het eigenlijk heel mooi hoe zij dat deed. Het heeft mij geïnspireerd om het ook te gaan doen. En wat ik vooral heel erg fijn vind aan deze ervaring is ook omdat ik dan veel meer het materiaal voel wat het doet. Waardoor ik veel meer eigenlijk mijn eigen gevoel in de verf kan leggen. Een soort tussenpersoon zeg maar uithalen. Dit heb je ook helemaal gemaakt met deze met is de volledig met de vingers. Ik heb dan de haan opgezet, alleen de uitlijnen met potlood. Vervolgens ga ik dan eerst de achtergrond schilderen. En daarna de haan zelf. De reden waarom ik eerst de achtergrond doe, is omdat dan het onderwerp voor de achtergrond komt, waardoor je automatisch weer een vorm van diepte creëert. Ik vond het fijn om de veren ook juist met de vingers te doen. Dan krijg je die vloeiende beweging erin. Een soort, wat minder gestileerd. Je kan het wat grover, maar je kan het ook wat fijner met de vingers. Dat betekent wel dat je iets creatiever moet zijn met de oppervlakte van je vingers. Want dit is inderdaad wat fijner. Is dat allemaal je pink dan dit? Ja, klopt. Dat is zoveel mogelijk met je pink. En af en toe dan een nagel laten groeien, dat je die ook kan gebruiken. Voor de fijne detaillering. Wat gaat dit worden eigenlijk? Dit gaat een kwal. Een kwal? Een kwal worden. Klinkt wel zo leuk. Jellyfish. Al je vingers worden ze allemaal gebruikt, zeg maar? Of heb je... Ik werk... Het is heel stom, maar mijn middelvinger is het makkelijkst, omdat hij het meest uitsteekt. Maar ik gebruik eigenlijk mijn duimen het minst. Nou, maar de pinken zijn weer mooi dun natuurlijk. Ja, precies. Dus daar kan je weer kleinere lijntjes mee maken. En wel alles met je rechterhand? Ja, ik ben rechts, dus dat gaat vaak wat makkelijker. Maar soms heb ik geen zin om tussendoor eerst mijn handen te gaan wassen. Dan wil ik ook wel eens proberen met links. Wat wil je nou uiteindelijk hiermee? Op het moment geef ik les in tekenen en schilderen aan volwassenen. Doe ik bij CS Artklas. Ga ik dus ook dit jaar doen bij Rola Hengsman bij Kunstzinnig Centrum Randstad. Daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Ik vind het ook heel erg leuk om mijn kunnen te delen met andere mensen. Maar dan ga je mensen leren vingerverven? Onder andere. Ook aquarel, houtskool, tekenen, perspectief, verhoudingen met het penseel schilderen. Maar ze zullen ook wel wat lessen volgen. Dat, als je het wil uitproberen, dan kan je dat doen.
En dat was Flevoland voor vandaag. Wil je nou meer Flevolands nieuws zien en horen en lezen? Dan is het een goed idee om de gratis Omroep Flevoland nieuws app te downloaden voor op je smartphone of tablet. Zometeen hier op televisie Robert Vries met het weer. En wij zijn er morgen weer. Fijne avond. Graag tot morgen.